Hey, jij daar. Ja, jij. Word eens wakker. Ja, word wakker. Nu is het moment. Stem Piratenpartij. Lijst 19. Ik ben piraat. 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 Goedemorgen en welkom bij Radio Piraat. Ik ben Samia, een van de vele nieuwe leden van de Piratenpartij. En de leden die hebben mij gevraagd om jou als luisteraar te gaan vermaken met Piratenpraat, de standpunten van de Piratenpartij, de muziek en een prijsvraag. Maar eerst even voorstellen. De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Het label Piraat wordt altijd al gedrukt op groepen mensen die zich verzetten tegen monopolies. De Piratenpartij komt op voor de rechten van mensen en legt zich niet neer bij de macht van grote bedrijven en overheden. De Piratenpartij is de eerste echte Europese partij. We hebben al meerdere zetels in het Europees Parlement vanuit verschillende landen en zijn nu zelfs de grootste partij in Tsjechië. De Piratenpartij heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma met allerlei goede ideeën over een eerlijkere, duurzame economie, betere zorg, beter onderwijs, een minister van Digitale Zaken en zelfs over ruimtevaart. Ik ben piraat. Ik ben piraat. Tijd voor muziek. Je gaat luisteren naar een voorproefje van de Piratenvlag. Geschreven door Merle in samenwerking met een aantal piraten. Steven Russenberg, Robert Kwakkelstein, Danny Werner, Leontien Wafelman. En de laatste drie staan als kandidaat op je stembiljet. Dus jij mag op ze stemmen. Een man had een koffieshop in Amsterdam, waar menigeen klant met een glimlach uitkwam. Belasting betalen, dat wilde hij wel, maar door scheve regels kwam hij in de knel. Verander de koers van het huidige gezag. Kom enter het schip en we gaan overstag. Nee, liever geen landrot, prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. Een vrouw liet zich testen bij de GGD. Het was negatief, dus dat viel haar wel mee. Gedacht, dat is mooi, dan heb ik dat gehad. Toen waren plots al haar gegevens gejat. Verander de koers van het huidige gezag. Kom enter het schip en we gaan overstag. Nee, liever geen landrot, prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. We hadden een referendum, oh zo mooi. Dat is nu weg dankzij Ollongrens geklooi. Want stemmen is leuk, maar niet tegen de macht. Ze jatten je recht als een dief in de nacht. Verander de koers van het huidige gezag. Kom enter het schip en we gaan overstag. Nee, liever geen landrot, prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. Mark Rutte zette alle toeslagen stop. Dat onrecht kostte heel veel mensen de kop. Ook kleine ondernemers, die waren de sjaak. Vriendjes, politiek, dat is niet in de haak. Verander de koers van het huidige gezag. Kom enter het schip en we gaan overstag. Nee, liever geen landrot, prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. De Piratenvlag. Nou, dat vind ik nou echt een heel leuk meezingliedje. De prijsvraag, die heb jij nog te goed. Je krijgt eerst de vraag en daarna vertel ik je de prijs. Hier komt de vraag. Op welk lijstnummer moet jij stemmen als jij straks op de Piratenpartij stemt? Als je het antwoord weet, e-mail dan naar info@piratenpartij.nl. En op 20 maart maken de Piraten de winnaar bekend op de website www.piratenpartij.nl. Ik ben piraat. Ik ben piraat. En wat voor prijs krijg jij nou, hè, als jij als eerste het juiste antwoord mailt? Een laptop! Ja, hoe kan het ook anders, hè? De Piratenpartij is dé partij die weet hoe het zit met de ins en outs als het gaat om ICT. En we hebben er allemaal mee te maken. Computers, internet, algoritmes. En daarover heeft Piraat Matthijs het volgende te zeggen. Als wetenschapper in kunstmatige intelligentie werk ik al 10 jaar aan bescherming tegen discriminerende algoritmes. Als de Piratenpartij het voor het zeggen had gehad, dan was die hele klopjacht op bijstandsgerechtigden en het hele toeslagenschandaal nooit ontstaan.
Pak het fraudegeld toch waar het zit. Bij grote bedrijven. De Piratenpartij staat klaar om de beta's en de ICT'ers voor de Tweede Kamer te leveren. Je hoorde de nummer 1 op de lijst van de Piratenpartij, Matthijs Pontier, een gedreven en daadkrachtige ICT-expert. Hij is ook nog gepromoveerd op AI, Artificial Intelligence. In het Nederlands zeggen we kunstmatige intelligentie. En daarachteraan hoorde je Ji-Yong Dijkhuis. Hij is de nummer 2 op de lijst en een allround ICT'er met 20 jaar ervaring. Ja, lieve luisteraar, de Piratenpartij heeft mensen op de lijst staan die weten waar ze over praten. En zij komen uit de branche waarover zij praten. Luister zelf. Wat mij zo aanspreekt aan de Piratenpartij, als muzikant, als ZZP'er en als iemand die al zijn leven lang in een rolstoel zit, is de open en vrije manier waarop de Piratenpartij zoekt naar oplossingen om de wereld toegankelijker te maken voor iedereen. Kijk, als ZZP'er ben ik gewoon heel erg blij met de Piratenpartij. Zij bieden mij nou het stukje bestaanszekerheid wat ik nodig heb om te kunnen ondernemen in tijden van crisis en onzekerheid, maar ook wanneer ik ziek ben. En dat doen ze in de vorm van een basisinkomen. De jeugdzorg luistert naar de ouders en hun kinderen. De Piratenpartij wil dat oplossen door de mens centraal te stellen en niet het systeem. Straks muziek uit de provincie Zeeland, maar nu eerst nog wat onderwerpen die ik graag met je wil delen. Onderwerpen waar piratenleden zich met hart en ziel voor inzetten. Men zegt dat je voor een dubbeltje nooit een kwartje kunt worden. Maar bij de Piratenpartij vinden ze dat van wel. De schulden door het leenstelsel zorgen voor grote problemen. Studeren moet ook mogelijk zijn voor mensen zonder rijke ouders. De Piratenpartij wil het leenstelsel afschaffen en compensatie voor de mensen die nu al schulden hebben. De Piratenpartij wil af van marktwerking in de zorg. Meer vertrouwen in de intrinsieke motivatie van de zorgverlener leidt tot minder bureaucratie. Daarmee houden we meer tijd over voor de zorg voor de patiënt. Nummer 13 op de lijst, Leontien Wafelman. Jij en ik gaan nu luisteren naar muziek. Een nummer gemaakt door de huisband van de Piratenpartij Zeeland. Nederland heeft afvallei opgelopen. Daar zijn wij piraten. Want de roverheid moet op retour. Daar zijn wij piraten. Wij gaan te strijden met volle moed. Daar zijn wij piraten. Met open vizier naar de burgers toe. Daar zijn wij piraten. Een kapitein is nodig om ons land te leiden. Daar zijn wij piraten. Eén met vertrouwen die ons de weg zal wijzen. Daar zijn wij piraten. Met de privacy in de zeilen en vertrouwen aan het roer. Daar zijn wij piraten. Eén die ons door stormen leidt. Daar zijn wij piraten. De privacy dient gewaarborgd te worden. Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden. Burgerrechten moeten meer verdedigd worden. De overheid moet open en inzichtelijker zijn. Iets is pas cultuur als je het deelt. Het patentsysteem moet te hervormen zijn. Het merkrecht mag ook eens herzien worden. En dat internetfraudeurs wereldwijd aangepakt worden. En dit is een greep uit onze campagne. En daar strijden we voor. De plank ligt uit. En kom aan boord en kijk of jij piraat kan zijn. Voor een vrij en blij Nederland. Daar zijn wij piraten. Samen strijden we voor een nieuw akkoord. Daar zijn wij piraten. Met respect voor iedereen. Daar zijn wij piraten. Voel je veilig en voel je vrij. Voel je veilig en voel je vrij. Daarom zijn wij de Piratenpartij. Je luisterde naar Radio Piraat. Dank je wel, lieve luisteraar, voor je geduld. En ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik wens je namens alle piraten een fijne dag met veel zonnestralen en piratengrapjes. Wil je nou meer weten over de Piratenpartij? Ga naar de website www.piratenpartij.nl. Fijne dag! De Piratenpartij heeft als enige partij de technische kennis in huis om de juiste vragen te stellen, de maatschappelijke gevolgen te doorzien en met de slimste oplossingen te komen. Stem Piratenpartij. Stemlijst 19. Ik ben piraat.